nutteloos. Uiteindelijk 2-1 verlies, misschien wel een onnodig verlies. Ja, het is een leermoment en het is inderdaad, we weten dat het een individueel foutje is. En dat is ook heel jammer wat er gebeurd is, maar ik denk dat we vandaag toch ook wel met een opgeven hoofd hier het veld mogen verlaten. Dus we moeten niet te veel bij die eindstand stil blijven staan. Nee, ik denk dat sowieso. We hebben 2 keer nu een internationale wedstrijd gespeeld tegen teams met een vrij grote naam. En we doen er helemaal niet onder, het tegendeel, we doen mee. Ja, persoonlijk vond ik afgelopen woensdag moeilijker. Ik vond bij Borussia veel meer beweging in het spel, waardoor wij veel moeilijker in de organisatie vonden. Misschien dat we vandaag ook gewoon persoonlijk beter stonden. Hè? Maar het is inderdaad, ik denk dat we inderdaad bewezen hebben dat we ook kansen kunnen creëren tegen buitenlandse subtoppers. Ja. En als je vandaag ziet, een Frans team, wel een vrij fysiek team. Ja, we kennen een paar speelsters en als je weet dat Moot hier speelt, Moot was 5 jaar, 6 jaar geleden een standaard al fysiek, dus dat gaat nu niet anders zijn. Hè. Dus, maar ik denk dat we zeker in de tweede helft onze fysieke weerbaarheid hebben getoond en dat ze het met momenten ook heel moeilijk hebben gehad tegen ons. Ja, het terrein liet niet bepaald toe om heel goed voetbal te brengen, geldt natuurlijk voor beide teams. Maar jullie hebben er toch het beste van gemaakt en een paar hele goede kansen gekregen. Ja, absoluut. En dat is nu dat is een beetje het jammer wat er nog ontbreekt. Hè. Ik denk dat de organisatie goed is en we creëren inderdaad ook goede kansen. Maar dat zo net dat tikkeltje efficiëntie nog net ontbreekt. Maar we mogen nu de kopjes niet laten hangen. De competitie is over een paar weken en tegen dan moet dat wel in orde komen. Laatste vraagje, natuurlijk tegen internationaal teams is altijd op een iets hoger niveau, iets sneller. Dan wordt een foutje iets sneller afgestraft, maar is dat misschien juist het exacte leermoment om in de Belgische competitie beter te zijn houden? Ja, tuurlijk. Kijk, het is heel leuk om eens tegen andere teams te spelen. En persoonlijk speel ik ook liever tegen deze teams dan tegen ploegen die wat zwakker zijn dan ons. Daar leert je gewoon veel meer uit. En natuurlijk, het is niet leuk om te verliezen. Maar nogmaals, je moet nu niet het resultaat als het belangrijkste bekijken. Maar gewoon elke wedstrijd als een leermoment zien en uit onze fouten leren. Oké, dan wens je heel veel succes en geniet nu nog van de terugreis. Ja, dankjewel.